De huizenprijzen die zijn in veel landen nog veel te hoog. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds. Dat geldt voor ons land. Dat geldt ook voor België, Australië, Noorwegen. Daar zijn huizen te duur in verhouding tot het inkomen in die landen. Jacob Schoenmaker op de beurs. Hoe erg is het met die huizenmarkt? Nou, dus heel erg. En het wordt alleen maar erger, hè? Vandaar de waarschuwing van het IMF. Laten we meteen maar even kijken. Dan zie je dat in het WK om de duurste huizen België de winnaar is. 50% liggen de huizenprijzen boven het historisch gemiddelde. En dat is natuurlijk gerelateerd aan het inkomen. En je ziet ook Canada en Engeland, daar gaat het heel erg hard. Nederland is natuurlijk leuk. 22% boven het gemiddelde. Nou, laten we meteen maar even de rest afmaken. De probleemlanden uit Zuid-Europa die hebben eigenlijk geen probleem meer wat betreft de woningmarkt tenminste. Want daar is nauwelijks, dat zit een beetje rond het gemiddelde. En Amerika, en zeker Japan, zit ver onder het gemiddelde. Bij Japan is het natuurlijk vooral vertekend door de jaren 80 toen die huizenprijzen zo extreem duur waren. Maar Nederland is toch wel saillant, want we hebben het allemaal over ellende op de huizenmarkt, herstel op de huizenmarkt. Maar volgens dit onderzoek van het IMF zijn de Nederlandse huizen nog steeds 22% te duur. Tenminste ten opzichte van het historisch gemiddelde. Opvallend. Is daar iets aan te doen? Ja, naast bijvoorbeeld inderdaad eigenlijk extreem naar omgaan met hypotheekeisen, hint de IMF over nieuwe beleidsinstrumenten die zeker gebruikt moeten worden volgens de IMF. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld hoge buffervereisten voor banken. Dat is één manier om die kredietverlening tegen te gaan. Maar ook aan belastingheffing op bijvoorbeeld al die Russen en Chinezen die hele woonwijken en ook de duurste woonwijken op dit moment in Londen aan het opkopen zijn. Dus daarmee zou je voorkomen dat er echt die speculatiegolf internationaal plaatsvindt. Het is een verhaal van het IMF. Hoe serieus moeten we dat IMF hierin nemen? Het waarschuwen is natuurlijk altijd hartstikke makkelijk en het IMF doet het dan ook met enige regelmaat en ook heerlijk inconsistent. Want de afgelopen, kijk, het echte probleem van die woningmarkt is natuurlijk de veel te lage rente. Die veel te lage rente leidt niet alleen tot bubbels op financiële markten, maar dus ook nu op de woningmarkt. Nou, en ze waarschuwden juist eerder dit jaar nog, en dat hebben ze afgelopen jaar regelmatig gedaan, dat die rente vooral niet omhoog moest komen, omdat dat het herstel beperkt. En ze waarschuwden zelfs met de grootste, maken een vergelijking met de depressie toen. Dus vandaar, het IMF waarschuwt voor van alles, maar is daar wel heel erg inconsistent in.